vind van het water weer terug in de stad. Dat een boost kan geven aan de stad. Dat het een impuls kan geven aan meer publiek naar de stad. Dat wij een hele mooie markt straks weer terugkrijgen. Met een mooie vlakke bestrating. Putkasten in de grond. Wat vindt u van de huidige plaats van de markt? Is ons zeker niet tegengevallen. Het is nu de laatste paar weken een beetje schuiven. Het is net een schaakspel. Maar wij komen daaruit en we gaan naar het eind. Het eind is in zicht, dus we zijn er blij mee. Wat vindt u van de huidige plek van de markt? Ja, op dit moment is het even niet anders. We staan even in de rommel, om zo maar te zeggen, omdat er gewoon geen andere oplossing voor is. En ja, we zullen toch een plek moeten hebben en onze boterham moeten verdienen. En men doet toch zijn best om ons hier te laten staan. Hoe ziet u de toekomstige plaats voor de markt? Goed. Ja, als je hier ziet hoe het wordt, zeg maar, in totaliteit. Allemaal wordt ontzettend mooi. De herinrichting van de binnenstad, volgt u dat een beetje? Jazeker. Ik vind het prachtig dat ze die mooie gebouwen niet af moeten breken. Want dat vind ik zo jammer. We hebben prachtige gebouwen in Almelo. Schitterend. Het oude politiebureau is ook zo mooi. Vond ik prachtig. Wat vindt u van het nieuwe kunstwerk dat er komt? Ik heb een foto gezien in de krant, maar ik ben gek van die vogels. Want ik had net een foto van mijn zwager gekregen. En die zat aan te vissen. En dan zat er een aan de kant. Dat vond ik zo mooi. Had ik net gehad. Op de tablet. Komt u vaker op de donderdagse markt? Ik kom altijd op de markt. Het water komt ook weer terug in de stad. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik wel mooi. Ja, het is weer eens wat anders. Ja, er zijn meningen echt over verdeeld, maar ik vind het wel mooi. Het geeft weer wat andere allure. Ja. U bent ook een regelmatige bezoeker van de donderdagmarkt? Jazeker, elke donderdag. Wat vindt u van het aanbod? Het mag wat meer zijn. Ja, maar wat mist u bijvoorbeeld? Ja, wat mis ik? Wat er vaak niet is. Laatst tijd een klein beetje is dus de stoffenmarkt. Hè. Er is één man met stoffen en verder niks. Want stoffenwinkels zijn er helemaal niet meer in Almelo. Wat vindt u van de huidige plaats van de markt? Het is opgelost. Het is niet zo dat ik zeg van, oh, het is een mooie plek. Het is nu wat één geheel, zeg maar, omdat je tussendoor, zeg maar, van het plein hier naartoe heb je een rij. Maar het is de hele winter toch ook niet echt dat ik zeg van, oh, wat is het leuk geweest. Wat vindt u van de toekomstige plek? Ik heb nog niet het idee helemaal waarover we komen te staan. Ik weet wel op het Waagplein, maar ik weet het niet helemaal. Ik heb de tekening nog niet gezien waarop precies. Dus ik weet nog niet helemaal. Ik denk zelf, als we helemaal bij elkaar allemaal staan, dat dat leuker is. Gewoon op het plein, één geheel.